Welkom bij deze tutorial haren vrijstaand maken in Photoshop. Mijn naam is Frans van der Geest. Er zijn verschillende methoden waarop je haren vrijstaand kunt maken. Er zijn ook plugins die daar speciaal voor bedoeld zijn, maar deze techniek werkt in principe ook in oudere versies van Photoshop. Pas aan het eind maken we wat gebruik van nieuwe mogelijkheden in CS4 en CS5. Ik heb hier een model met vrij veel vrijstaande wapperende haren. De eerste stap die ik ga maken is, ik ga naar mijn kanalen toe en ik ga kijken welk van de kanalen het meeste contrast heeft. Dit kanaal dupliceer ik. In deze kopie ga ik nu naar aanpassingen niveaus en het eerste wat ik ga doen is letten op de haren en ik wil dat daar vrij veel zachte en nog wat grijstinten in zitten. Dat betekent dat ik mijn grijstinten een beetje terug ga brengen, waarbij ik erop ga letten dat het contrast tussen wit en zwart redelijk overeind blijft. Als ik te ver sleep namelijk, dan zie je dat de achtergrond ook een beetje zwart wordt. En ik moet een beetje daartussenin gaan zitten totdat ik een mooie selectie heb. Ik ga hem nog ietsje meer omhoog gooien op deze manier. Oké. Het gaat erom dat de randen van de haren redelijk zacht zijn. En nu ga ik een tweede masker maken. En daarvoor gebruik ik in dit geval het magnetisch lasso. Je kunt er ook andere selectievoormethodes gebruiken, maar het magnetisch lasso voldoet prima, omdat de randen nogal hard zijn. Je ziet dat het hier een beetje fout gaat. Dat moet ik straks een beetje bijwerken bij de correctie. Hier waar de haren redelijk groot vlak zwart zijn, zou ik de selectie mee kunnen nemen. Zorg ervoor dat ik zo het model zelf keurig selecteer. Dat ietsje netter doen. Aan de rand gaat het altijd fout, dus die selectie moet ik daar wat uitbreiden straks. Nou, ik doe het een beetje grof zoals je ziet. Ik pak nu mijn gewone lasso tool. Ik hou de shift toets ingedrukt om een gedeelte erbij te selecteren wat niet helemaal oké is gegaan. Bijvoorbeeld hier onderaan. En ik zou hier met de Alt-toets een klein stukje van de selectie hier achter de wangen weg kunnen halen. Ik kan nu weer werken met niveaus. Ik kan ook simpelweg vullen kiezen. Ik ga eens naar aanpassingen niveaus en ik breng daar het zwarte terug. Ik had ook kunnen kiezen voor afbeelding, bewerken en dan vullen en dan zwart. Op deze manier. Ik hef de selectie op. Ik ga kijken waar er nog eventueel gedeeltes niet mooi zijn ingekleurd met zwart. Daarvoor pak ik een penseel, ik ga naar de modus normaal en ik vul eventueel wat details van een masker in, daar waar het niet helemaal heeft gepakt. Om zo te zien is dat allemaal goed gegaan. Wil ik de randen van het model zelf wat harder maken, dan kan ik de kwast veranderen in de modus bedekken. En dan keurig netjes langs de randen verven, om eventueel de selectie daar ietsje strakker te maken. Ik ga naar mijn lage kanaal. Ik maak een nieuwe laag aan. Daar komt de achtergrond voor te staan. Klinkt wat raar, de laag bovenop met de achtergrond. Maar je zult zo zien waarom. En nu ga ik de selectie laden via selecteren selectie laden. En ik kies hier de blauwe kopielaag. Ik klik op oké. En je ziet dat inderdaad nu de selectie van het model is. Je ziet dat hier nog een paar kleine puntjes zijn meegenomen. Daar doen we niet zo moeilijk over. Ik ga naar het masker deelvenster toe. Ik klik op plus en ik voeg het masker toe. Nou, je ziet dat de haren nog niet helemaal keurig netjes van de achtergrond zijn voldaan. Maar ik kan het nu ook omwisselen. Ik kan de achtergrond inderdaad op de achtergrond zetten. De selectie die ik al had, zou ik kunnen verslepen naar mijn achtergrondlaag. Maar dan heb ik de omgekeerde situatie. Nu selecteer ik het masker, ga naar mijn maskerpalet toe en kies daar omkeren. Nu selecteer ik mijn masker en in het maskervenster kies ik maskerrand. En nu kan ik het masker verfijnen door bijvoorbeeld kleurenzuiveren te gebruiken. Dat is altijd een beetje uittesten wat je wil. In dit geval schroef ik die eens flink omhoog, dat kleurenzuiveren. Daar waar het niet goed gaat, kan ik via de randdetectie hier de slimme straal nog wat bijverven als daar nog wat randen zijn die niet helemaal soepel lopen. Op deze manier kan ik mijn selectie wat verfijnen, zoals je ziet, over de haren heen.
Dat laatste toeltje wat ik nu gebruik is dus nieuw in CS5. Op deze manier kan ik de selecties nog wat netter maken. Op deze manier klik ik op OK. En je ziet dat ik nu een keurig netjes de wapperende haarden op de achtergrond heb staan. Het ziet er eigenlijk best wel fraai uit als ik daar naar kijk. Hoe beter het masker natuurlijk, hoe beter het resultaat. Hier ga ik het masker een iets grovere, snellere stappen nemen. Ik ga weer naar mijn kanalen. Ik heb blauw, dat is het meeste contrast. Ik dupliceer dat kanaal. Ik ga nu onmiddellijk naar aanpassingen niveaus. Ik breng nu ook het zwart wat terug. Dit wat terug. Ik speel met die grijswaarden. Ik zorg ervoor dat ik iets meer strenge haar hier op de achtergrond zichtbaar heb. Ik let vooral hier op de overgangen van de haren. Op deze manier. Klik op OK. Pak nu een kwast met de kleur zwart. En daarmee kwast ik de rest van mijn masker in. Ik maak dus geen twee selecties zoals het eerste voorbeeld, maar ik gebruik één beeld. Af en toe eventjes de muis loslaten, zodat je met Ctrl-Z kleinere stapjes terug kunt gaan. Ik doe het nu eventjes niet zo subtiel. Ik maak er even inderdaad echt grote stappen van, omdat het om het voorbeeld gaat. Op deze manier. Hoppakee. En daar hebben we iets. Ik heb een masker. Ik ga terug naar mijn lagen. Ik voeg een laag terug. Ik zet deze in dit geval eronder. Dit wordt mijn achtergrond. Ik ga naar mijn laag toe. Kies. Selecteren. Selectie laden. Ik kies mijn blauwe kopie. Maar omdat ik hem om wil keren om daar mezelf te maskeren, selecteer ik hier omkeren. Ik klik op OK. Ik ga naar mijn maskerdeelvenster toe. Ik maak er een masker van. Vervolgens klik ik het masker. Klik op maskerrand om deze te verfijnen. Ik ga met name de kleuren zuiveren. Voeg deze wat toe. Klik op OK. En ik heb hier een mooie vrijstaande achtergrond. Eventueel zou ik de haren in de hooglichten nog wat via het tool doordrukken. Ik moet dan wel zorgen dat ik de afbeelding zelf te pakken heb. Kan ik nog de wat lichtere kleuren hier wegverven. Wel opletten dat het niet een al te uitgebeten effect krijgt. Op deze manier kan ik dan, omdat ik hier de hooglichten heb geselecteerd, de wat witte kleuren wat wegkrijgen van de haar op deze manier. Nou, het is een kwestie van altijd veel geduld hebben en in kleine stapjes doen. Dit gaat allemaal, zoals je ziet, erg grof. Het is even niet anders. Maar op deze manier heb ik toch een redelijk gemaskeerd, gemaskerd moet ik zeggen, haar.